We moeten het Nederland waar we trots op kunnen zijn terugclaimen. Nederland is een land van vrijheid, van gelijkheid, van empathie. En hoe sommige politici de angst ook proberen te vergroten, of verdeeldheid proberen te verdiepen. Als er iets is dat ons als samenleving altijd vooruit heeft gebracht, als er iets is dat altijd overwint, dan is dat empathie. Het diepe besef dat we weten dat we bij elkaar horen en dat we het samen moeten doen. En kijk om je heen. Kijk om je heen, er is meer dat ons bindt dan dat ons verdeelt. We reiken elkaar de hand. We komen in beweging. En we staan hier vanavond met velen en we barsten van de energie. En altijd in de geschiedenis. Altijd is dat waar verandering begint. Het begint bij Laura, bij meester Bart, bij Jiggy J, bij Zoe en bij Romano. En bij steeds meer mensen die elkaar vinden en gaan samenwerken. Die zeggen, dit land dreigt de verkeerde kant op te gaan. Dit land dreigt uit elkaar te worden getrokken. Die zeggen, dat kunnen we niet laten gebeuren. Wij gaan dat veranderen. Die zeggen, wij gaan Nederland veranderen. VVD, het CDA en D66, ze denken dat zij als traditionele machtspartijen wel even gaan uitmaken wat er na 15 maart gaat gebeuren. De arrogantie van de macht, zou ik willen zeggen. Het is het vasthouden aan de status quo. Daar gaan wij niet in mee. Wij willen verandering. Daarom. Maak ons groot. En dan brengen wij de idealen terug in het hart van de politiek. Maak ons nog groter. En dan krijgen wij de sleutel in handen voor de formatie van een nieuwe regering. En maak ons de grootste. En wij gaan regeren over links en zorgen dat Nederland voor het eerst sinds 40 jaar weer een links kabinet krijgt. En vrienden, dat is de keuze. Dat is de keuze waarvoor de kiezer op 15 maart staat. De keuze voor een nieuw progressief tijdperk. En we hebben nu een unieke kans. Een unieke kans om de koers van Nederland te veranderen. Want meer dan de helft van de kiezers zweeft nog. Het rechtse recept is uitgewerkt. Met de VVD stevend Mark Rutte af op een historische nederlaag. Historisch voor een zittende premier. En op 15 maart... liggen deze vragen voor. Kiezen we voor het grijze midden of kiezen we voor groene vooruitgang? Kiezen we voor ongelijkheid of kiezen we voor eerlijk delen? Kiezen we voor meer van hetzelfde of kiezen we voor verandering? Vrienden, we hebben nog 6 dagen tot de verkiezingen. En ik wil vandaag een oproep doen aan iedereen in Nederland met een links hart. Laten we ons verenigen. Doe mee met onze beweging. Schaar je achter GroenLinks. Deze tijd is te belangrijk om aan rechts over te laten, zoals dat de afgelopen 20 jaar is gebeurd. We hebben een unieke kans. Een unieke kans dat de linkse partij de verkiezingen kan winnen en de grootste kan worden. En tegen iedereen met een linkshart wil ik zeggen, laten we die kans grijpen. Samen gaan we alles uit de kast halen. Samen gaan we zoveel mogelijk kiezers naar de stembus krijgen. En samen gaan we meer doen dan we ooit hebben gedaan. En daarom heb ik maar 1 vraag aan jullie. Zijn jullie daar klaar voor? Nee. Zo makkelijk kom je niet meer vanaf. Dit is nog niet overtuigend. Zijn jullie daar echt klaar voor? Mooi. Ik ook, tot het diepst in iedere vezel die ik in me heb. En de komende 6 dagen zullen we niet slapen tot we iedereen overtuigd hebben op 15 maart GroenLinks te gaan stemmen. Dank jullie wel.
Dank jullie.